Welkom beste kijkers bij aflevering 4 LSPDFR op Prio 1 Gaming. Vandaag hebben we een special met het arrestatieteam van de dienst speciale interventies. We gaan een dienst doen met de interventie eenheid. Dus eigenlijk niet eens echt het arrestatieteam, maar nog een stapje hoger. Dat zijn de gasten die overal in Nederland paraat staan om voor ons zo snel mogelijk bij terreurdreiging het acuut af te kunnen stoppen en te wachten op versterking. Vandaag rijden we mee met Barry zoals je hier kan zien. Barry is niet zijn echte naam, die gaat hij ook niet vertellen. Wat met de veiligheid. Ik zal Barry even laten zien wat hij allemaal kan gebruiken tijdens de dienst. Nou Barry, laat maar even zien. Nou, Barry heeft als eerste de taser. Die mag hij gebruiken. Als mensen niet willen luisteren, maar niet in dusdanig gevaar zijn dat hij moet schieten, kan hij zijn taser gebruiken. Nou, dan heeft hij ook nog. Dan heeft Barry ook nog het handvuurwapen. En dan heeft Barry ook nog het lange wapen. Dat is voor het hoogste geweldspectrum als er echt terroristische dreiging is. En we gaan gewoon meerijden. Barry rijdt vandaag rond in Dendam. En die rijdt mee op de meldingen die relevant zijn of mogelijk te maken kunnen hebben met terreur. Dus we gaan uit van mensen met wapens, vuurwapens, eventueel vermoedelijke aanslagen of wat dan ook. Daar gaan we op rijden en dan gaan we kijken wat er allemaal gebeurt. Ik heb een speciaal cohortpakket voor SWAT erin gezet. Dus er gaat zeker leuke meldingen komen. Nou, dan gaan we nu even de auto pakken. En dan gaan we snel rijden. Tot zo. Nou, welkom terug kijkers. We zitten nu op de weg. We hebben net de uitvalsbasis verlaten. We gaan hier gewoon rustig rondrijden. En luisteren wat er op de politiescanner zich allemaal afspeelt. Of misschien dat we een melding via ons eigen systeem doorkrijgen. Dat weten we ook nog niet. We rijden vandaag in een Mercedes C63. Deze is speciaal voor ons ingericht. Deze heeft bepantsering zoals je een beetje kan zien. En er zit ook een heel zwaardig en sirenesysteem in. Dat gaan we vandaag zeker gebruiken. Ook is Barry opgeleid om echt te rijden op hoge snelheid. Deze kan en mag dus ook harder en sneller rijden dan de gemiddelde politieeenheid, omdat hij daar ook echt voor opgeleid is. Daar zal ik jullie vandaag ook een stukje van gaan laten zien. En voor de rest gaan we eigenlijk gewoon genieten. Ik zal kijken of we ook nog een beetje op de schietbaan kunnen kijken op het moment dat er geen meldingen zijn. Zullen we altijd afwachten. Er komt ergens een ambulance vandaan, die komt van rechts. Met zijn versneller. Nou, we moeten ons natuurlijk gewoon compleet aan het verkeersregels houden. Want we zijn natuurlijk nu geen normale politie-eenheid. Maar we rijden gewoon in de koffer rond, dus niemand weet het. Dan gaan we gewoon lekker een stukje door de stad te rijden op deze avond. En dan gaan we het wel zien. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. Dat is een melding van drugsrunners. Dat is niet echt iets waar wij op gaan acteren. We kunnen ook een stukje snelweg pakken. Dat is allemaal geen probleem. Het kan ook zomaar zijn dat er in het noorden van de map iets gebeurt en dat we dan wellicht daarheen moeten. Dat kan echt allemaal. Nou, onze taak is dus, zoals net al een beetje verteld, op het moment dat er dus ergens iets gaat gebeuren, dan gaan wij er zo snel mogelijk naartoe en dan gaan we de situatie proberen te bevriezen, zoals dat heet. We wachten tot er backup is. En als het echt een dringende situatie is, bijvoorbeeld of geschoten wordt, of dat er mensen kwaad dreigt te worden aangedaan, dat er hun leven wordt in gevaar is, dan gaan we gewoon naar binnen en dan gaan we het gevecht met die mensen gaan we aan. Dan gaan we kijken of we ze uit kunnen schakelen. Daarvoor zijn we namelijk opgeleid en getraind. En daarvoor rijden we rond. Trouwens, het uniform wat je ook zag, die is gemaakt door Michael Angelo, geloof ik. Dus zoek hem zeker even op de GTA 5 modificatie Facebookpagina's, want dan kan je hem gewoon gratis downloaden. Dan kan je er ook mee spelen. Zijn dus ook op het LCDPFR forum is een de mod SWAT te vinden. Dus dan kan je aanvullende meldingen gaan krijgen die ik bijvoorbeeld zometeen ook hier zal gaan laten zien. En dan kan je ook video's maken en online gooien, mits je dat natuurlijk leuk vindt. Ik zou het gewoon doen. Ik ga wel kijken dan als je hem linkt. Nou, een possible disturbance. Dus er is mogelijk een ordeverstoring. Nou, die is absoluut niet voor ons. En er is een assistentie gevraagd in verspoedzie. Nou, waar de melding waar we ook nog op kunnen reageren is een agent in nood uiteraard. Daar gaan wij ook zeker op rijden.
Maar de kans dat, dat gebeurt is natuurlijk klein. We zijn natuurlijk wel in Nederland. Maar zeg nooit nooit. Wie weet. Als je nou zelf nog meer call-outs of packs hebt, dat je denkt van nou, deze kan je ook wel in het kader van het arrestatieteam gebruiken, benoem ze dan even hieronder in de comments, want dan ga ik die zeker gebruiken. En dan gaan we gewoon de volgende aflevering eventueel met het arrestatieteam gaan we die ook gebruiken. Zo. We hebben een melding van een eventuele bomkoffer. Dan gaan we even kijken. En kijken wat we daar aantreffen. We zijn toch in de buurt. Je weet maar nooit. Het is dichtbij de stad, vliegveld en de haven. We hebben het zeker voor het onzeker. We gaan de auto's aan de kant. Gelukkig wel. Dan gaan we hier naar links aanschuiven. We zijn er al bijna. Hij zweeft hier in de lucht. Nou, ik neem aan dat we dit dan zelf moeten doen. Dan ga ik, als het kwaad als het kan, even een veilige werkplek regelen. Dan gaan we even kijken. Mensen, allemaal weg. Dat is een bom. Soms dan ploft die. Press U to open de briefcase. Nou, ik ga liever eerst even bekijken. Kan het zijn dat het fout gaat? Ik heb geen idee hoe dit werkt, dus we gaan het meemaken. Oh. Ik heb echt geen idee hoe dit werkt. Nou mensen. Dit is een bom. Ik zou graag kijken hoe, hoe ik dit kan oplossen voor iedereen. Maar dat gaat niet. Dus we gaan ontploffen. We gaan dood. Voor de maatschappij. Nou, lekker. Ja mensen, ik heb echt geen idee hoe dit werkt. Dus nou, daar gaan we. Ik zie er iemand mijn vrouw en kinderen graag wel inlichten. Dan graag, want hierbij houdt het op voor Buddy. Nee, Buddy komt zo bij jullie terug. Als dat ding daadwerkelijk ontploft en het gaat fout, dan, ja, dan zal ik de boel er even recht zetten. En dan gaan we zo weer verder. Dus nou, we gaan het zien. 3, 2, 1... Nou, welkom terug beste kijkers. We rijden weer op de weg met Buddy. Buddy heeft het gelukkig wel overleefd. De rest van de mensen daar helaas niet. Maar, ja, dat is heel jammer en pech. We gaan snel weer door. En we kijken of er nog wat meldingen zijn. Attention unit 1, Lincoln 18. We have vehicle racing and mission row. Street race hebben we ook niet veel aan. Dan gaan we maar even rustig richting de schietbaan. Even kijken of we die kunnen vinden. Hier. Oké. Ik ga even rustig naar de schietbaan rijden en dan zie ik jullie daar zo. Mocht er in de tussentijd een melding zijn, dan komen we uiteraard gelijk weer bij jullie terug. Nou. Welkom terug mensen, we zijn nu bij de schietbaan. De schietbaan is helaas dicht, kunnen er niet op, maar we mogen toch van de eigenaar jullie even wat uitleggen over het een en ander. Want we hebben hier wel een target liggen, dan gaan we uitleggen hoe en wat wij eventueel mogen gebruiken indien dat nodig is. Maar de taser die je toen straks zag, die mogen in principe gewoon op je lijf mikken en die zorgt ervoor dat je zenuwstelsel een kortsluiting maakt. En dat je dan gewoon neervalt als een zak aardappels, dat is gewoon klaar. En verder hebben we het handvuurwapen, daarmee mogen we in principe mensen ja, uitschakelen. De kans dat een arrestatieteam of een interventieteam zoals nu schiet is niet groot, maar als die vaak mogen schieten, dan is dat 9 van de 10 keer waarschijnlijk ook wel om gewoon iemand uit te schakelen. Dan hoeft het natuurlijk niet te zijn dat je iemand een headshot geeft, of dat hij dan door zijn hoofd te schieten omdat hij dan dood moet, maar uitschakelen. Uitschakelen kan natuurlijk of in de benen, of in de buik, of in de torso. Alleen is de kans natuurlijk in de onderbuik en zeker in het torso aan de bovenkant, zeg maar bij je borst, waar je natuurlijk je hart, je longen en andere vitale dingen zitten. Als je daar geraakt is, de kans natuurlijk wel dat je overlijdt wel groot. Maar dat is wel een beetje waar ik
op gaan mikken als het gevaarlijk wordt. Dat is natuurlijk gewoon de mensen uitschakelen. En zeker als je dan ook nog het lange wapen hebt. Dat is natuurlijk gewoon ja, om uit te schakelen uiteraard. Maar dat is echt alleen bij de grootste dreiging. Over het algemeen zullen we het afdoen met het pistool. Of natuurlijk de taser. Welkom terug, kijkers. We zijn zojuist uitgerukt richting een metrostation. Dat is onmogelijk. Informatie zijn dat daar nu iets van met terrorisme staat te gebeuren. Dus we gaan er blind in. We zijn mogelijk als eerste plaatsen. De rest van het team is ook aanrijdend en dat kan nog een kwartier duren. Maar ze ons uiterste best doen. We hebben net al van de meldkamer gehoord dat de kans op geweld heel hoog ligt. Dus we gaan zo naar binnen met ons lange wapen. Als het nodig is uiteraard. We gaan eerst kijken of we de situatie kunnen bevriezen. Maar daarvoor gaan we echt snel te plaatsen. Zijn er bijna. Zoals je dus ook kan zien, rijdt nog maar iets harder dan normaal. Die auto gaat ons er niet voor laten, toch wel. Heeft te maken met dat deze eenheid een betere rijtraining gehad heeft, maar daardoor ook meer kan en mag. Ja. Mooi gaatje aan de rechterkant, kijk dat er niks van die kant komt. En door. Nou, we komen in de buurt. Het gaat nu allemaal goed aan de kant. We gaan hier zo naar links. We worden er goed voor gelaten. We gaan hier naar rechts, mensen. Oh, ja. Dit is echt een fijne, snelle auto, dit. Hij rijdt hard. Nou, we zijn er bijna. Goed te zien zijn mijn collega's er al. Nou, zij zijn van het normale arrestatieteam. Wij zijn van het interventieteam. Dus wij zijn meer getraind op het hoogste geweldspectrum. Ik zie een gas. Ik zie daar iemand. Ik zie geen, kan ik geen wapen zien. Verdachte op de grond. Eén slachtoffer op de trap. Politie, laat je handen zien. Het geweld wordt gebruikt. Hij reageert niet. Nou, dan gaan we er hard in. Eventueel meer verdachten, uiteraard. We hebben nu wel zijn focus op. Hij heeft een vest aan, dus we gaan ervan uit dat hij niet bij ons hoort. En zo, wat gaat doen? Ah, hij geeft zich over. De grond nu, laat je wapen vallen. Goed zo. Welke verdachte weg wordt geschoten? Hier is verder niemand. Nou, dan gaan we hem even snel in de boeien stoppen. Nou, dan laten we hem hier staan. Gaan wij ondertussen. Hij wordt opgehaald, gaan wij verder. Allemaal slachtoffers hier, dat gaan we eens even doorgeven als de situatie veilig is. Ik weet niet wat die meneer daar doet, het kan ook een shock zijn. Hier, er staan gewoon mensen. Die gaan allemaal. Politie, laat je handen zien! Valt het gebruikt? Geeft hij ook hem opgegeven? Hij geeft zich ook over, gelukkig. Ik weet niet wie hij is, dus ik ga hem ook op zijn knieën dwingen. Zij ook. Meneer! Nee, ik kan dat nu niet. Ik ga eerst deze man even staan, want ik zie daar weer een verdachte. Ik ga hem even aanhouden. Of dan eens veilig stellen.
Bob Jenkins is ook. Op. Een 4 bij KO vriend. Hell no. Nou, dat dacht ik wel. Anders krijgen ze even een paar petsen op je bakkes. Even kijken. Iedereen wordt geboeid, want we weten niet wie of wat. Dus echt iedereen gaan we boeien. Hé, hey, ik schrok me kapot. Ja, excuse me mevrouw. Even uw klep houden. Kijken of ze even op de grond kunnen zetten. Hé, hey, even uw... Mevrouw, u gaat nu op de grond. Huppatee, jij ook. Hup. Klits, laat je handen zien. Klits wordt altijd gebruikt. Ik kon nog geen risico meer nemen. Klits, laat je handen zien. We hebben hier links een... Het wordt wel een mooie. We gaan ze gebruik maken van een speciale techniek. Een verrassingselement. En ze zeggen dat de mensen daar gaan verrassen. Dus gaan we aftellen. We kijken niet in verband met de flash. 3, 2, 1. Klietje, laat vallen dat wapen. Laat vallen. Nog politie, laat vallen het wapen! Nou. Is er niet echt mee werken? Mijn mond. Gaat goed fout hier, mensen. Als het goed is, zijn dit gewoon slachtoffers. Even op de grond. Hup! Liggen! Inderdaad. Kijk, ik weet niet of hier nog terroristen zijn. Je gaat op de grond, meneer. U ook. Bek dicht. Je moet hier aan die kant kijken. Er gaat gewoon iemand naar beneden. Ook langzamer naar beneden. Iedereen weer op de grond. Ja, Shang. Klik, laat al het wapen! Hij luistert niet. Vrouw op de grond. Een beetje te veel mensen die je misschien niet weten. Hierachter staat er volgens mij weer een. Ik zag iets. Het is gewoon een burger zo te zien. Het is echt een split second beslist. Het kan ook dat hij nog achter het randje staat. Politie, laat vallen dat wapen. Kijk, die luistert. Dat is fijn. Gaan we die even aanhouden. Nou, het heeft opgehaald. Nou, de metrostation is veiliggesteld. We gaan terug naar boven, gaan we rapporteren bij commandant. En dat is het. De veiligheidsdiensten, de hulpdiensten vooral, kunnen nu naar binnen. Nou, de ambulance is zojuist. De ambulance hebben zojuist de clear and go gehad van de commander. Die komen als het goed is zo aan. Dan gaan we even afrapporteren.
is natuurlijk allemaal opgeschaald naar de grip 1 of 2, denk ik. Maar dat horen we zo wel. Kijk, ze gaan gelukkig allemaal naar beneden. Al die mensen helpen. Nou, ik ben overtuigd van dat het allemaal goed komt. Nou, zoals je kan zien, dan zie je dat de ambulance mensen zo aardig mensen aan het helpen zijn. Dodelijke slachtoffers, die laten ze liggen. En nou, dat is eigenlijk de update. Nou jongens, dat was hem dan weer vandaag, de aftiteling in de auto in verband met de veiligheid van de DEC uiteraard. Waar hun basis is, dat is geheim. Nou, laat hieronder even weten wat je ervan vond. Vond je het leuk, vond je het niet leuk? Wil je iets anders zien, andere call-outs, andere auto? Ja, laat het vooral weten. Dan ga ik er zeker wat mee doen, dan pak ik dat direct op. Zoals je ziet heb ik nu ook weer alle lampen kunnen fixen. Dus ik pak ook echt wel daadwerkelijk dingen op die jullie geven. Volgens je kan mij ook volgen op Instagram of op Facebook. Het is allemaal op gewoon Prio 1 Gaming, zoek het daar. Ik ga daar ook actief op posten. En dan ben je op het snelst op de hoogte van eventueel nieuwe of nieuwe mods of andere dingen. Kijk ook eens op mijn website www.prio1gaming.nl. En als je vragen hebt, stuur ze gewoon in. Ik probeer alles te beantwoorden. Stuur een e-mailtje, stuur een ja, wat je wil. Ik ga mijn best doen. Nou, vond je dit dan echt een leuk filmpje? Doe dan ook even het blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En tot morgen om 4 uur weer een nieuwe video.